dames en heren. Fijn dat u weer kijkt naar het Koe voor de Beweegjournaal. In deze uitzending nemen we een kijkje bij de inrichting van de bouwplaats van het nieuwe gemeentehuis, het Hof van Coevorden. Structon is daar inmiddels mee begonnen. En dus vroegen we burgemeester Bert Bouwmeester naar de laatste stand van zaken rondom de bouw. Eerst besteden we echter aandacht aan een nieuwe rubriek in het Koe voor de Beweegjournaal, het Masterplan. Deze rubriek zal regelmatig terugkeren en hierin praten we met wethouder Geert Braam over de verschillende punten van het masterplan en bekijken we per punt wat er al gebeurd is en wat er nog moet gebeuren. Deze keer vroeg ik wethouder Geert Braam wat het masterplan van Coevorden precies inhoudt. Ja, dat is eigenlijk een vrij ingewikkeld verhaal, maar we zijn begonnen met het wensbeeld van Coevorden. Daarin hebben we aangegeven dat we 20 punten willen ontwikkelen in de stad, om die stad een stuk mooier te maken, om water terug te brengen, cultuurhistorie terug te brengen, gezelligheid terug te brengen. 20 punten in 2 gebieden in de stad, en dat is haven en omgeving en Bolgasterrein. Daar gaan we als eerste aan de slag. En dat masterplan dat is gericht op deze 2 plannen. Dus daar vinden de werkzaamheden op dit moment plaats. Ja, hier is al heel veel gebeurd, zoals u kunt zien. Er zijn binnenhavens gecreëerd. Hè. Het is de bedoeling dat hier gewoond gaat worden aan het water. De bruggetjes die u in beeld ziet zijn gerealiseerd. De kademuren zijn nieuw. Hè. Het ziet er allemaal prachtig en robuust uit. Er is hier nieuw straatwerk aangelegd. Het wandelpad langs de gracht is gerealiseerd. Ik zie ook veel mensen inmiddels toch regelmatig eens even gebruik maken van dat wandelpad. Dat zijn allemaal werkzaamheden die inmiddels gebeurd zijn. Dat is ook het werk wat de gemeente voor zijn rekening neemt, wat de gemeente moet doen. En eigenlijk kun je stellen dat in dit Bolgasterrein verreweg de meeste werkzaamheden eigenlijk die voor de gemeente zijn, dat die ook gebeurd zijn. Structon is direct na de bouwvak begonnen met de inrichting van de bouwplaats voor het Hof van Coevorden. Dit betekent dat er begonnen kan worden met de bouw. Ja, je ziet achter me dat we inderdaad na de bouwvak nu begonnen zijn, althans Structon begonnen is met de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Zoals we hadden beloofd en zoals de verwachting ook was. Palen geschroefd, er wordt nu volop gewerkt om met zoveel mogelijk beperking van de overlast, ook voor de omwonenden, toch heel snel dat nieuwe gemeentehuis uit de grond te krijgen. Nou, er staat denk ik heel veel activiteiten op de rol. De eerstkomende weken zal al zichtbaar zijn dat de fundering, niet alleen de palen, maar ook de vloeren, beginnen te verschijnen. En ik verwacht dat volgens de planning althans, voor de kerstvakantie, ook de eerste verdieping er al ligt. Dus dan begint al echt zichtbaar te worden wat voor soort omvang van het bouwwerk hier zal verrijzen. En dan zal er bovendien, kun je het mooi volgen, want ze beginnen altijd met de bouw aan de marktkant. En dan komen ze zo, zeg maar, daar waar we nu staan, aan de kant zeg maar, van het voormalige woning en van het blokje. Daar het muziek, waar de ABN AMRO in het Centrum voor de Kunsten komt, daar leggen ze steeds het laatste iets aan. Dus iedere keer aan de markt beginnen en de eerste verdiepingsvloer dus voor de kerstvakantie al beginnen bij de markt. En eindigen hier aan deze kant. En voor de zomervakantie van volgend jaar, dan verwacht ik dat ook de buitengevel er al helemaal aan zit. Zodat je inderdaad al echt kunt zien welk gebouw Coevorden rijker gaat worden. Want de pandjes van Herpen naar Froli, worden die gevels meegenomen in de bouw? Ja, die gevels komen weer helemaal terug. Zoals in die zin ook altijd het uitgangspunt is geweest. Er is wel even een discussie intern geweest, ook van de zijde van de architect, of dat nou wel moest nog steeds. Omdat ze inmiddels natuurlijk ook gesloopt moesten worden na de brand. Wij hebben gezegd, nou, er is volgens ons nog steeds maatschappelijk behoefte aan het herkenbaar terugbouwen van die gevels. En dat zullen we dus doen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het Koe voor de Beweegjournaal. We zijn er over 3 weken weer. Voor nu wens ik u alvast een heel prettig weekend en tot over 3 weken. We'll be right back.